Het Zeelands kampioenschap bierpong. Hoe verzin je het? Bij Herberg ten Brouwer was het afgelopen zaterdagavond 1 februari een drukte van je welste. In totaal 120, vooral jeugdige deelnemers, stonden rond 7 uur te trappelen van ongeduld om te kunnen beginnen. Ayla van Dongen van den Brouwer vertelt wat bierpongen nou precies inhoudt. Nou, je begint eigenlijk met de poolfase. Daarin speel je met 6 bekers en het is de bedoeling dat je je balletje in de beker gooit. Als het balletje in de beker zit, dat betekent dat de tegenstander de beker leeg moet drinken. En degene die als eerste alle bekers raak heeft gegooid, die wint. En er zijn telkens 5 of 6 bekers, is die? Ja, de eerste ronde, de poolfase, wordt gespeeld met 6 bekers. En de volgende rondes daarna, die worden gespeeld met 10 bekers. Elk team heeft 2 deelnemers, dus speelt 2 tegen 2. De deelnemers staan aan de uiteinde van een lange, smalle tafel en in de eerste ronde ben je dus pas winnaar als je het balletje in alle 6 bekers van je tegenstander gegooid hebt. Op tafel 2 speelt FC de Krabbaal tegen ET Volho. Op tafel 3 spelen de Dekjassen tegen Bekkerie. En het is niet alleen een mannensport. Lander TV was alleen aanwezig bij de voorrondes. Dus nog allemaal kanshebbers op die felbegeerde bierpongtitel. In Schaai deed muziekvereniging Concordia een oproep om potentiële muziekliefhebbers aan zich te binden. Maar liefst 30-30-plussers melden zich om lid te worden van Concordia en een of ander instrument te willen gaan bespelen. Ja, we zijn overdonderd door het aantal aanmeldingen, meer dan 30. Dat past ook natuurlijk bij 30-plus. Maar we hebben dus gemerkt dat er altijd mensen zijn die een gemiste kans hebben toen ze jong waren of geen tijd of van huis uit niet gestimuleerd om muziek te maken. En die krijgen nu als het ware een tweede kans, om het zo te stellen, om muziek eigen te maken, om muziek te gaan maken en daar net zoveel plezier aan te beleven als wij als muzikanten hier al sinds jaar en dag doen. Donderdag 30 januari was de eerste kennismaking voor deze nieuwe aspirant Concordia muzikanten. Vanavond is de kennismaking. De meeste mensen die komen hier en we hebben geen idee hoe een muziekinstrument bespeeld en beheerst moet worden. Dus dan gaan we ze proberen uit te leggen waarmee zij dus ook een keuze kunnen maken om uiteindelijk definitief een instrument te kiezen waarmee ze de opleiding gaan starten. Ik denk een derde heeft nog geen idee van een notenschrift. Een derde die heeft al wel vroeger uit het notenschrift geleerd of een instrument bespeeld. Orgel, viool, accordeon. En een derde die zit al bij ander orkest of hebben daar vroeger in gespeeld. Dus die hebben veel meer ervaring. Als er nog mensen zijn die zeggen van hey, die wil ik ook nog wel. Ze kunnen ze nog steeds melden. Even een berichtje naar opleiding@concordiaschaik.nl. Of kijk even op de website of persoonlijk contact. Dat is allemaal welkom. Jo Manders uit Zeeland deed met 5 vogels mee aan de wereldkampioenschap tentoonstelling in Porto, in Portugal. Met alle 5 viel hij dik in de prijzen. 2 keer goud, 2 keer zilver en 1 keer brons. Een unieke prestatie. Ja, beter kan het niet. Het kan gewoon niet beter. Ik heb het nog nooit meegemaakt zelf. Ik ken het ook niet van iemand anders. Om op zo'n grote wedstrijd, waar dan toch 26.000 vogels zitten in Portugal, om daar ook 5 prijzen mee te nemen. Maar dat wil zeggen, ook in ene groep heb ik goud, zilver en brons. Hè. Dus dat is gewoon een unieke prestatie. Trots vertelt hij van zijn 2 door hemzelf gekweekte wereldkampioenen. Op mijn rechtse hand, van mijn rechtse zin, is de emblema picta. Oftewel de geschilderde astrilde. En de geschilderde astrilde die komt uit Australië. Uit Noordwest-Australië komt die vogel vandaan. Een vogeltje mag ook maar 11 centimeter lang zijn. Daarlangs zit de Indische nonparij. Dat is ook een prachtige vogel. Dat is een van mijn lievelingsvogels ook, de Indische nonparij.
En die komt, zoals de naam al zegt, uit de Indonesische eilanden komt die vandaan. En dat is een vogeltje dat mag maximaal 15 centimeter groot zijn. En het moet ook een eigen kweekvogel zijn. Hè? En dat, ja? Zijn, ja, dat zijn vogels van het afgelopen jaar. Elke vogelliefhebber heeft een uniek kweeknummer. Nou, die vogel moet ook gering zijn met jouw kweeknummer, anders kan ik nooit in de prijzen vallen. En wij mogen die vogels, als die gering zijn, ook maar 2 jaar mee laten spelen met een wedstrijd dan. Hè. Na 2 jaar is ze afgelopen. Dan zegt de wedstrijdbepaling, dan mogen ze niet meer ingezonden worden. Vorige week donderdag en vrijdag staakte het onderwijs in Nederland. Ook de Landertse basisscholen deden mee aan deze staking. We spraken juffrouw Desiree van basisschool De Wizard en vroegen haar waarom het onderwijs de zaak platlegde. Vandaag staken wij hier op school. Zijn we met z'n allen druk bezig. Morgen gaan we met z'n allen naar de Mos toe om ons te laten horen. Want het is nodig dat het onderwijs zich eens laat horen. Vertel eens waarom. Nou ja, dat is een goede vraag. Heb je even. Het is niet alleen de dingen die ouders vaak horen op het nieuws natuurlijk. Wij staken voornamelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De invallers die er bijna niet of nauwelijks zijn. De nieuwe aanwas van leerkrachten. Waarin wij merken dat achteruit gaat. En dat er dus ook weinig nieuwe startende leerkrachten zijn. Maar ik denk dat de regering moet gaan waarderen wat wij doen. Moeten gaan zien dat er inderdaad problemen zijn. Ze erkennen ze soms wel, soms niet nou. Maar er is wel inderdaad een investering nodig. Wat we natuurlijk ook zien, het stukje werkdruk, wat ook vaak benoemd wordt. Er wordt steeds meer van ons verwacht. We krijgen steeds meer aan diversiteit van kinderen in klassen. De klassen worden groter. Daar komt allemaal werkdruk bij kijken. Wij moeten voor die kinderen allemaal administratief dingen doen. We willen onze lessen goed en kwalitatief goed voorbereiden. Maar er is steeds minder tijd voor. Hoe reageren ouders op deze stakingsactiviteiten? Nou, ik merk, en dat vind ik wel ontzettend fijn om te ervaren, dat heel veel ouders ons daarin steunen. Zien dat wij staan voor dat kwalitatief goed onderwijs en dat we daar ook voor iets voor willen doen. En ook richting die toekomst dat we daarvoor willen blijven staan. Mag ik een groot applaus voor de spouse van het jaar, spouse en spouse, daar komt ie, William van Stubbout! De Smouse 2020 wordt altijd gewaardeerd door zijn vrijwilligerswerk, bijzondere verrichtingen voor de gemeenschap in Zeeland. William, ik ken jou verder van de actie zonnepanelen in Zeeland, van de bushalte aan de Bergmaas, de nieuwe bushalte, karttrekker en voorzitter van Z77 die een nieuwe accommodatie aan de Boekestedijk hebben voor de tennisvrienden en voor je vluchtelingenwerk. Ja. Het vluchtelingenwerk wil ik eerst even dat je daar toelicht, want dat is bij de Zeelandse mensen denk ik niet bekend. Nou, dat is volgens mij 4-5 jaar geleden ben ik mee begonnen. En toen kwamen, dat was in 2015, kwamen in één keer heel veel vluchtelingen vanuit Syrië en Eritrea. En ook een land heeft er een steentje bijgedragen. En toen heb ik een aantal Eritrese gezinnen en ook een Syriër heb ik begeleid. En dat doe ik nog steeds trouwens met veel plezier. Om te integreren zeg maar, in de Nederlandse maatschappij. Je krijgt natuurlijk een geweldige onderscheiding als Smouse. Smouse van het jaar 2020. Geweldige onderscheiding. En ja, William, al ben jij opgegroeid in Veghel. Door jouw liefde ben je toch in Zeeland gekomen en heb een geweldig werk verricht. Jacqueline, ook jij krijgt een geweldige bosbloemen. Ben van der Wallen, van het Oventje, 40 jaar op de pronkzittingen in Zeeland. Begonnen vaak met dorpspolitiek en de laatste jaren een eigen buurt. Ben, een klein relaas van nu en 40 jaar geleden.
40 jaar geleden, toen was op het Oventje was een cabaretgroep, noemde zich dat. Dat was een groep van een man of 10. En die deden ieder jaar met de pronkzitting mee. En dat was best een oudere groep, dus daar vielen wat mensen af. En toen zeiden ze, nou, we moeten wat jongeren erbij krijgen. Dus toen vroegen ze er een stuk of 6 jongeren, waar wij onder andere deel van uitmaakten, mijn vrouw en ik. Toen zijn we daarbij gegaan en dat hebben we nogal wat jaren gedaan. Toen viel die groep uiteen. En toen zeiden we, god, dat is eigenlijk toch best wel leuk. Dus toen zeiden we, weet je wat, ons vriend en ik, wij gaan samen verder. En toen hebben we nog flink wat jaren hebben we het met z'n tweeën gedaan. Toen vond ons Fien het welletjes, dus die stopte ermee. En toen heb ik het nogal wat jaren gepresenteerd op verzoek van de Smouskes. En na die tijd denk ik, nou, dan stop ik daarmee. En dan begin ik in de ton. En dat doe ik nog wel een jaar of 11, denk ik. Ja. Wat doe je liefst, het eigen typetjes of de dorpspolitiek? Dorpspolitiek is een hot item in deze tijd. Vooral omdat we met de Maashorst gemeente verder gaan. Hoe kijk jij daar tegenaan als buurtrainer? Nou, ik het liefst doe ik een typetje. Hè. Kijk, stel als je de dorpspolitiek doet, en dat is prima. Maar dan moet je A, het heel jaar goed volgen. En dat was dit jaar was dat geen probleem. Hè. Zeker als je refereert aan de Maashorst. Maar er moet ook een humor in zitten. Dat is de moeilijkheid. Hè. En politiek brengen en toch dat mensen dat leuk vinden. Dus nee, ik blijf liefst bij mijn typeke. Dan, een type, hè. Ik ben altijd Peer, maar dan is hij taxichauffeur of treinmachinist, noem maar op. Ja.